Ik kan hier ook een leuke tekening maken, wat ik ook bij mezelf deed geschilderd. Ja, hey. Je ruimt toe en je rotzooi maar op. Het is geen rotzooi, het is gewoon van jezelf. Hij wil gewoon een hele grote lul op je velden te maken met je douchemachine. Ja, het is op één. Dat ik bij mezelf kwam. Vraag maar naar mee. Ja, weet ik, ik heb het gezien. Heb ik het ook gezien? Ja, in de livestream. En die heb ik teruggekeken. Ik zal eens kijken hoe ik even voor goederen weg kan brengen. Zit je, ja, die oogstmachine, die zit denk ik nog niet zo ver vol, hè? Ja, nee, ik hoor mijn naam niet. Oké. Nou, dan zal ik eens kijken dat ik misschien iets weg kan brengen ofzo. Ik zou dat even verplakken, zo je ook wel. Ik maak alles leeg. Ik ben even dit spul wegbrengen. Dan zijn van hij huurt me wel in, maar hij doet zelf niet flik. Kijk, aan de zit, als krijgt straks mouw, helpt hem wel mee, maar hij doet zelf geen flik. Dat ik hoef niet weg te rijden. Kijk, ik ben weer bij het thuis. Ik probeer het nou zonder bomenkappen te doen, Stan. Ja, ik snap het. Waarom? Ik heb al gehaald, het nou ook een beetje. Dat ik ook een beetje geld krijg.
Zo, nou zijn mijn silo's helemaal leeg. Hier ben ik weer. Oh jee. Klopt dat werk zeg? Dat weet ik niet. Ik heb hier eerst afzonderlijk account van andere. Oh! Oké. Okay. Ah, je hebt helemaal geen cent gekregen. Nee, dan moet je aanzetten. Zo bijvoorbeeld als Stan voor jouw bomen gaat kappen, dan kan hij de grot weer terugstarten. Ja. Hup. Gewoon alles aan. Hoi, hoi, weg. Hij is gewoon een heel grote lul op je veld aan het tekenen. Ik hoor het aan zijn lachen. Oh. Ik ben er niet bij. Hij remt zijn eigen rot, hoor je op. Dat weet hij. Wat zo. Ik moet toch wel je veld weer halen. Hey, dan word ik ook nog een keer beginnen, hè? Een nieuwe gezamenlijke server. Ja. Ik ben die hand, ik weet steeds op de kant van de hand. Ik ben de hand, ik weet steeds op de kant. Ik ging nog even naar de party. Als ik gast, die zat op zijn PlayStation 4. Mm-hmm. Ja, ik heb een nieuwe verslaving aan spelletjes. Ik ga kijken eens voor spelletjes. Ja. Eén keer raden. Ja, vertel. Geen crush ook aan. Als het op PlayStation is, dan ga ik in de kassaar. Dan denk ik, ja, ik ga maar stoppen met in de kassaar. Ja, ja, die heb ik toch niet voor de PlayStation, man. Nee, die zat op zijn Xbox. Wat moet dit voorstellen? Ah. Ja, waar ga je? Ik weet je flik. Ja? Ja. Wat de fuck moet dit voorstellen? Dat is één keer gebruikt. Hij heeft toch mooi hulp. Ah. Oh, seks, man. Ik zei toch dat hij een lul met ballen ging maken? Het is ook een lul. Ik zou een oude schoppie wat heb gemaakt. Dat is alleen een hoeken. Dat kun je zeggen, ouwe, het cupje is weg. Ja, dan moet je gewoon tegen Kim zeggen, beuk dat het stout is. Maar ik ben geen landverraaier. Krijgt hij een pak slaag op zijn beeld. Kim. Huh? Kim. Ja, Kim. Vind je alleen maar lekker? Zijn jij nog vallen
Bij Kim bij de lager. Ja, toen zei ik. Ik heb een broer. Hoe komt deze erbij? Ja, man. Het voelt nergens aan. Ja, het was max ook een dikke deur bijna recht. Mooi. Zou leuk zijn als in DLC ook een nieuwe dier bij komen. Een verre dus. Een perre. Geen knijnen. Geen knijnen, want dan denk ik gewoon weer dat je knijnen moet gefakken in Minecraft. Zo, ik doe helemaal niks. Ik zie nu voor 54% vol met die dingen. Oké. Okay. Moet ik gewoon die twee kwartjes hier staan leeg dalen? Ja. Ik denk dat de nieuwe level wel moeilijk is. Ja? Ja. Ja, ik denk het. Ik weet het zeker. Ja, maar je kunt wel lol op in ieder geval. Je kunt wel lol op in ieder geval. Je hebt genoeg te oogsten. Kijk, er is. Ja? Ja, misschien is het een niche. Ja. Nou, ik ben eenmaal weg, hoor. Zo, hoe toch aan de moes? Haha. Waarin? Ja? Gisteren. Zo frikken veel met moes, hè? Ja. Zet hem tegen mij. Dit is niet zo hard, de pijn naar mijn oren. Dat doe ik gewoon niet. Die is er niet in. Pas op, als ik ga het ding weer nadenken. No lava. No lava. Hello, my name is No Lava. Kom vallen. Dat is niet leuk. Kom vallen. Vallen niet. Vallen. Lijkt me niet op. Lijkt me maar niet op dat groen kan lopen draaien. Ik heb gewoon vallen dus. Ah ja, wat lijkt dat op dek? Dus? Daar hij in de grond vliegt is. Ah, hij. Er is toch wel een schip die hij laat. Van het grond zijn. Kom ik dus naar die helft in het park naar die grond? Dan zal ik een stuk doen met elke baan. Oké. Ik ben dom, maar toen moest hij er even staan voor niets. En hij heeft die grond daar. Ik ben daar gisteren ook. Was ik aan het zagen in één keer. Ja, zeker weer 7000 voor niks. Kijk, hij is bijna nog goed. Ja, gewoon. Oh, daar misschien de kijker zelf geweest. Ze denken nog dat ik wel veel af ga en spelen. Het staat voor mij, daar zal ze dat wel veel hardline. Komen mensen bedrogen uit als ze dan op die link klikken.
denk je, huh? Is dit nou wel eens een slaglijn? Ja, ja, de nieuwe... De nieuwe update. Dit is de dierenmode. Hier is kus. Hier is kus. Was een wonder, boven wonder, dat die beren masturberen konden, hihihi, stond er bij en keek er naar. Deze naam. Oh, deze naam, oké. Ja, dat doet hij wel, ja. Ja, leuk het staan? Ik heb het beetje anders, maar het moet ook wel een beetje rustig. Ik hoef niet bang te zijn dat hier die planten verdorren, want dat heb ik uitgezet. Dat die planten kunnen verdorren. Ja, want dat is zonder wel een zaad. Ja. Ik zal even een andere vraag. Ik zal even de dingen nog eens hier aan. Ik kan niet wachten tot je zijn scorpion king in. Klap hoe het perp is, hè? Wat? Ja,
is de pijp uit? Doe een pijp uitklappen, wilde vriend. En ik kan dat nu hier invullen. Maar is het goed volgens die? Ja, oké. Dan ga ik weer overheen. Ik doe gewoon simpel, ik huur gewoon een arbeider in. Ik heb er nog twee. Zoals je ziet. Oh, dan lekt hij weer. Stel is gepauzeerd. Ja, dat komt, dan lekt hij. Die grote? Ja, die 25. Ja, die heb ik pas bijgekocht. Kijk hoe de dingen waren, maar ze zijn een beetje duur. Die heeft een grotere. Ja, klopt, ze zijn een beetje heel erg grijzig. Ik kijk voor twee maatjes groter, maar ik heb er 54.000. Ja, je gaat dus nou op veld 25 aan de gang, of niet? Nee, dan moet ik dan even die kaart dichterbij zetten. Ja, dan zet ik alvast die kar dichterbij.
Zet hem hier neer, dan staat je niet in de weg. Waar zijn? Oh ja, super. Als je maakt van de kopen te draaien. Dan vier weer die zaaimachine aansluiten. En die andere is ondertussen verder niet vliegen. We zullen af en toe afwisselen. Ik kan wat laten zaaien. Maar waar zal ik hem laten zaaien? Die dingen die ik nou aan het oosten ben, die leveren het meeste op. Deze? Ja. Dus ik ga ook maar weer even terug zaaien. Nog een ronde. Ja. Kijk, en dan kan ik dan altijd meerdere verschillende zaaiingen doen, straks. Die heb ik als koeien. Ja, maar die heb ik dan niet, koeien. Ik heb er al 700. Ja, ik ook, maar doe ik een fuck mee. Ik heb altijd een hekel aan de grasmaaien. Dan doe ik liever dit. Wat krijg ik dan? Stemming. Ik zei van als hij straks weg had, dan krijg ik als het goed is gewoon de geld waar op jouw rekening staat, krijg ik gewoon teruggestort. Okay. Als het goed is. Dat hoef ik nou niet te hebben. Het is van dat je niet in de min komt. We moeten nagaan, veld 30 is nog groter, hè? Maar 25. Ja. En dit zijn nog niet eens de grootste. 25 is de grootste die ik heb. Ja. Ja. Ja, ik heb nog wel ergens anders nog een veldje die ik in het begin heb. Maar die laat ik staan, dat voor mij te ver rijden is iedere keer met mijn auto's. Dus met dat veld doe ik nog niks mee. Pas als ik echt helemaal uitgebreid ben richting die kant op, dan ga ik er pas iets mee doen, anders niet. Terugkomen en dan gaan we de afstappen.
Wat zou ik jou als mooiste vertellen, Sven? Dat veld waar je nou mee bezig bent, dat is nou de eerste veld die nou voor de, dat is nou voor de eerste keer dat dat veld gerooid wordt. Oh. Ja. Zie dat we nog niet klaar zijn. Nee, ik had hem alleen maar ingezaaid. Mooi meegenomen, zeker fijn. Hè? Dat is mooi meegenomen, zeker fijn. Ja. Oké, dan ga ik misschien op. Ik ga niet meer wachten. Dan kan dit verder gezaaid worden. Ik zal hier nog even wachten mee kloeren. Ja, zo even. De twee buiten weg, dus ik kan hier meteen ongeveer beginnen. Ik heb de computer heb ik al in het zaaien gezet. Maar ik denk dat ik sowieso de komende dagen niet meer op Belfield ga, jongens. Nee? Ben er genoeg van? Ja, ja, ik wil even. Dan kunnen we daar een beetje op farmen zo beter gaan. Ja, kan toch? Niet zo erg. Ja? Zet dat toch niet zo erg? Maar dat ik op farmen zo beter gaan. Ja. Ik vind het niet. Maar ik denk het niet. Dus. Ik denk, je moet gewoon doen waar je zin in hebt. Dat zou ik serieus nog wel. Oh, dan word je eng. Dat is Oké, waar denk ik nu aan? Ik denk in iets koud, iets groots en het stond net op een graanveld. Stanley zelf. Hé, hoe wist je dat? Ja, omdat jij bij mij in beeld verschijnt. Met je flikker ligt iets af. Dat is professioneel, hè? Hij is in zijn eigen. Het zou wel een beetje professioneel zijn, hè? Dus dicht er niet aan. Kijk, die gaan we beter af als met de ding te rijden. Als jullie willen, kunnen jullie gewoon van de week weer verder op Belfield, hè? Ja, dus doen we wel. En misschien dat ik dan een week weer verder ga op Minecraft of zo, weet ik het. Ik heb wel niet meer. Ik heb ook al een paar dingen aangewerkt, ik hier gewoon. Ja, als ik jou op mijn server uitnodig of je ziet het in de livestream, je schrikt jou kapot hoe groot die mine is. Ik heb al een paar dingen aangewerkt. Nee, het is één. Het is één groot gapend gat. Letterlijk. Normaal. Ja, maar je weet, bij mijn volgende server haakte ik allemaal van die gangenstelsels. Ja. Ja, die moet je nou wegdenken. Dat heb ik zelf gedaan toen bij mijn server hadden gedaan. Ja. Maar dan twee keer zo groot. Zoals hij het zou zeggen, no life. Ja. Zegt de ene tegen de andere twee no-lijvers. Ja, wat ben jij je no-lijver? Elke keer als ik terwijl hij aan het hakken was, zei hij: Yes, I can! Yes! Can we change the world? Yes, I can! Ja. Can we break this brick? Yes, we can! Oh, ik heb de tijd op heel snel gespannen, dus waar ik net ingezaaid heb, dat begint alweer te schieten. Ja, weet je, zit de tijd voor een keer 120 staan. Ja, dat is niet de bedoeling, hè? De minuut loopt onder andere secondes.
zou maar gewoon op realtime zetten. Ja, dat is makkelijker. Dan kan je wel lang wachten. Ja, maar het hoeft van mij nog niet te schieten. Want het schiet nou. Het schiet nou al de grond uit, man. En de veld is nog niet half inkers uit. Ik heb net al geschoten. Maar ja, eigenlijk zijn we net gewoon vaak de deurtjes. Dat is een. Ja. Hé, hey, maar ik promote jullie ook een beetje. Hm? Ik zeg, ik promote jullie ook een beetje. Ja, ja. Tot zo. Ja. Wat nou? Weer ja. Voor mijn Twitch kanaal. Op het werk zeker. Nee, dat is Twitch kanaal. Ah. Nou, dat is aardig. Hij doneert zijn eigen. Ik wist het al voor yeah. I know you want it. But you should know. Not today. Maybe tomorrow. Okay. That's what you say. Dat vind ik een beetje gay. Yeah. Maar een beetje gay is okay. Ja, ik ga starten met ploegen. Yep. Of jij, ik huur een arbeider in, zou ik zo zijn. Wat, een arbeider? Ja, een arbeider. Aanbouwen. Ik kan moeilijk spuiten maken. Nee. En een beetje cyclen is een beetje veel, maar. Doe. Wat is een tegen een koek? Ja, en een middelkoek. Ik zeg moederkoek. Oh, moederkoek ook niet. Ja, dat is niet. Zo nasty. Dirty little boy. Dirty little bastard! Quick, baby, best man. Dong. En dan noem je mij uit in de kip in de basketbal. Jij deed je van jou over het kreuzen. Ja, de zaak zegt nog ook even, de zaak zijn een zoutpark van. Ja. Nee, die zegt elke keer de hele tijd. Oh my god, who killed Kenny? Ja, dat is wel je regelmatig bij Kenny. Wij zijn een zoutpark van, Family Guy van en de Simpsons van. Ja, ik zag ook persoonlijk wel energie. Oh, ik vind vooral Family Guy, die vind ik af en toe wel grappig, niet de dikke. Niet de dikke. Peter Griffin. Ja. Wel leuk als hij zijn knie steekt. Ja. Dus echt, ik heb wel de helft geleend, maar ja, maakt niet uit. Ja, maar wil je alleen voor je truck te halen, hè? Met ja. Rente. Denk ik kost geld. 4 betaal minuut. Ja, daarom heb ik mijn leding en al afgeschaafd. Hier. Het truck betaald. Ja, maar weet je wat ik wel vind? Als je tegen eens doet met de boomslang, dan duurt het zo lang dat je hem hebt. Ja. Daarom dacht ik, nou koop hem via lening en als ik terug flink wat boom heb gekapt, dan heb ik het geld zo weer teruggegeven. Ja, daar wel. Alles. Maar je moet uitgaan van alles bij je lening. Je moet je 100% zeker doen. Ik doe het gewoon eens kopje, ik klink voor een meter. Maar dan raak je. Joehoe! Nee. Dat is niet bijkomt. Aprilia? Ja. Die ja. Dat is overigens een Aprilia.
Oh, was jouw kar net vol omdat je hem laaide? Ja. Oh, dan moet ik eventjes kijken. Nou, wanneer denk je die deel zitten? Ja? Waar zit jij, Ray? Waar zit jij? Ja? Waar zit jij nou net? Ik zei, wanneer ben je het plan misschien om die DLC te gaan halen? Oh, weet ik nog niet. Komt weekend misschien. Een paar, nog één dag. Komt weekend. Komt weekend misschien. Oké, hij is nou op de... Ja. Ik gooi hem al even leeg trouwens. Ja, oké, okay, ja, is goed. Hij gaat hem even leeggooien. Zaak, Job. Hij wordt hem leeg nog, ja. Vandaar heb ik al 3 krabben onder rug, denk ik ook weer. Nee, je hebt overal zitten waar je moet zitten. Ja. Vandaar heb ik die zweertjes op zitten. Ja. Is het die aflevering van South Park? Ja, is de bal in de magnetron. Ja. Nou, deze beugel nog niet eens nodig, maar zo groot zijn ze. Ik kan hem nog niet op skippy ballen. Om hem ballen. Ah. Nee, ik kan hem tegenaan nemen. Zijn gewoon 2 bijzettafeltjes. Ja, en op tender loopt die vrouw met die ballen als jas. Het is van Tape Song, hè? Hoe zwaar ga je niet meer op slapen? Ja, dan denk ik ook mijn gewetter, hè? Dat zou wel erg fijn. Ja, nog een jaar kan hij zijn slaapbank wegdoen. Kan hij op zijn eigen ding zitten en liggen. Hij heeft wel eens niets in beplaatsen en we kunnen niet rijden. Dat is niet meer zo. Motor zit erop. Zal ik elektrische motor zien? Dat moet een grote gras maaien. Oh, ja, maar dat was dus, je weet niet wat het is, maar dat je over 3 vouwen. Ja? Toch een rente staan voor 3 vouwen. Zit er zo'n makkelijk ding. Ik denk dat ik anders ga er van afras en dan ik heb een naaier, zo. Konootjes. Ja, kan ook. Geef hem een stoel en erbij zitten. Oh. Ja. Je kunt weer een opzooi in dumpen. Super. Ik zit al voor 30%. Ik nog ineens bijna voor 30% gemaakt natuurlijk. Ik niet hoor. Is het een 60k? Ja. Zijn jij 60k? Nou, ik lust geen pram te pakken. Ik wil een pram te pakken. Zo, het kwartje valt niet. Ik ben een gekje aan het draaien. Oh, je zegt je nou het zo mooi, hè? Het is een heel wilde reactie ook, hè? Ja, oh. Ja, weet je wel, meestal zit Shen, Stan is... Shen? Weet ik, Shen? Ja, hij is geen geduld. Nou, dat is wel goed om even te gaan. Hij wou bijna zeggen Cheyenne. Nooit met wel eens. Nee, meen je C toch, Cheyenne? Ja, dat kan je gespeeld. Op zijn Indiaans. Dat was het een funky. Ik ben hier een persoon, ik naar je toe. Ik zit in mijn trachten, ik naar je toe. Oké,
Nee, daar zing jij het keer. Ik ben boerderaar, dus ik lees de rits, ik hou van porno. Ik weet niet waarom het is, maar het is zo. En de rest, dat weet ik niet. Als ik jou vast die porno weer heb, dan kun je niet doen. Anders mijn vrouwtje binnen, kom daar ren ik op mijn teen. Dan ren ik op mijn teen. Kom naar Kroes, want de koeien is dan te doen. Daar ga ik niet in Britten mee om te komen. Volgens mij hè, moeten wij een carnaval vereniging anders in. Ja, nou, dat moet ik wel. Ja, CC de maffe boertjes. Dat gaat er een keer ook horen, man. Ja, ik krijg er genoeg van. Vandaag slap jouw oog. Ah ja, die gaat nu gewoon een vereniging opbellen en die gaat ons ons idee claimen. Ja. Schat, besluisteren. Mijn idee van de nummers. Ja. Hey, pas maar op, anders krijgen we een claim aan onze broek. Goeiedag, Schotel. Bij de kijkers ligt. Ja, maar vraag het ook niet eens, nee. Om welke dokter gaat gaan, want dan weet ik dat ik die niet moet vatten. Ja, is het niet vol om die stuk te doen. Ja. Ik weet misschien wel waarom. Hij gaat pilletjes zonder dingen. Zonder dingetje. Oh, dat maakt het. Ja, hier meneer, hier heeft een pilletje tegen de pijn. Nou, sorry hoor, ik heb meegenomen, maar ik loop heel de dag mee stijven. Nee. Oh, sorry, doe de andere, deze. Die heb ik voor mezelf bedoeld. Je hebt hem deur. Oh, heerlijk. Heerlijk die droge humor. Ja, we moeten ook af en toe wat ik moet zijn. Ja, daarom. Deze is ook echt een spel natuurlijk. Lekker hoeren. Over niks. Ja, omdat ik niet zoveel heb opgelet, ik heb een beetje dingetje doen. Ja, nou, ik doe het makkelijk. Ik huur gewoon medewerkers in. Nee, en ik het ook makkelijk krijgen vanzelf. Weet je zeker dat het goed gaat? Ik huur gewoon medewerkers in. Nou nog, hoor. Met een tikken, man. Tegen werk leuker om in heel dit spel te doen, is op en neer rijden en dan her en der een goederen wegbrengen. Nou, kijk eens, je veld is bijna helemaal leeg. Mooi was die tijd, oh dat is mooi. Mooi man. Leven dat is een groot feest. Mooi. Mooi. Mooi man. Mooi man. Oh, dat liedje doen we terug, denk toen ik en mijn broer op dezelfde school zaten. Ja. Dat was wel leuk, hè. Toen ging hij met zijn groep was hij van schoolverlaters. Ging ze, ja. Als ze dat nummer als playback. Bedenk, die kwamen gewoon naar binnen, hè. Met een crossmotor binnen. Serieus? Zo op het podium op. Stonden ze te springen en te doen. En mooi man te zingen, geweldig was ze. Geniaal. Dat was echt geniaal. Heel kwam gewoon met een crossmotor naar binnen, hè. En ook gewoon weer vol op de bal, hè? Het zijn best een leuke team. Dat is ook nauwelijks weer gelijk opgepakt. Mag tegenwoordig allemaal niet meer. Hè? Nee, drukken komen allemaal, hè? Ja, want dan kun je de voordeur ook laten staan zonder vlog te stellen. Ja, yeah, maar dat is ook niet mee, ja. Maar nou is het ook voor ze. Ja, maar ik heb het gezien hoor, hij heeft het gedaan. Wat je flikker gedaan hebt. Die NRW'ers. Hop. Ook terwijl dat je er niks mee te maken hebt. Ja, dat is nog wel eens een nieuw zijn geweest. Nieuws. Ik heb maar zien te best dat jij het niet waard is. Zo werkt het tegenwoordig. Ja. Hier, hey, dat ben ik weer. Hoi. Dag, God. Hoe was je koop?
Ik weet dat het niet groot is, dat spelen. Oh, piep! Hij is aan het spelen. Ik heb een hele strenge baas. Ik mag wel van deze weg. Toen ook nog alleen maar leven. Dat is nog niet weg. Je moet ook een arbeider inhuren, hoor. Dat je kunt gaan roken. Ja, wat heeft ze nog een veld? Ja, hey, ik doe hetzelfde ook. Oké, maar kijk een klein stukje nog maar niet. Ik ben nu op de veld gegaan. Ja, dat is waar. Dit gaat nou op eer, hè? Dit gaat nou niet gewoon in het werk, maar ik ga nou gewoon op eer. Nou, verred dan, jongen. Als het heel wat geld leek, ben je pas een peuk lopen. Dat wilde horen. Ook al voor mij een paar, drie jongen, hebben verdiend. Je hebt wel een kwartier pauze verdiend. Wat de Kim manier, want dan word je jaloers. Ah nee hoor. Die komt er zelf al aan, man. Oh ja, ik wil bij elkaar om de hoek, hè? Ja, dat is toen ik iets nog aan doe. Ja, praktisch om de hoek. Ja. Ik ga iets maken voor de deur staan. Ik wil seks. Elma wil seks. Lekker saai. Ja, dan krijg je toch ergens anders naar. Gameplay 010. Ja. Ik ga op de oude slag hier. Ja, daarom. Dan zit hij hier verkeerd als ik het saai vind. Ja. Wat zou 010 houden dan? Ja. Ja, dat toch wel aardig. Gameplay 010. Dat is echt wel weer. Daar uit, men hebben ze dan niet mee, want ik geef toch geen ruk om voetbal. Ik kan me gestolen worden. Maar ik vraag mijn eigen ballen aan de zand. Ja, die kunnen voor mij ook af, jongens. Die gebruik ik die gekke les 8 jaar al niet meer gebruikt. Dus je zou ook niet echt meisje. Ja, maar op afsterven. Nou, ja, eens kijken, we doen de lucht. Oh, wacht even. Dat is een beetje gemaakt. Nou, dat niet. Geef hem de busjes hier. Nou, Bussie geeft zelf toe. Nee. Ze lukt toch op tijd als ik om de douche kan springen? Ga je om de douche aan springen? Ja. Ik ga toch in de douche springen? Ja, oké, ik snap weg, broer. God verloren. Ja. Dat is wel mooi. Ja, daarom. Het leven blijft toch één groot feest. Daarom. Dat is toch mooi, man. Geweldig. Dicht bij je huis, maar toch in de zaal. Ik heb een tunnel niet op die zon. Ik ben door het gras. Nou ja, dit is geen diesel, dit is Euro ontlood, waar ik op rijd. Oh, rijdt hij bij jou daar op, ja? Op gay power? Nee? Als jij een boom zag, hoor je... Oh, no. Ja. Als je een ketting zaakt, pap. Hou maar. En dan heurt hij de boom vallen. En kijk. Ja, repesten hier, man. Hij is er stil van. Als hij nou pleist, heeft die boom echt wel pleist. Nee. Ja, niet klagen. Dat doet hij bij ons ook wel eens. Of maar een rotje of niet. Oh, dat wil ik niet. Hallo. Hey. Poppetijntje. Wat zwakker komt erbij.
Zeg, het is klaploper. Kijk, je hoort het wel, hè? Nee, heet je geur. Zeg, het is klaploper. Geweldig. Geweldig. Het was wel een mooie truckreactie, ja. Zeg, het is klaploper. Lekker, jongens. Hey, vertel eens een goede mop. Dat ziet er mijn geluk. Ja, mijn post leek erop. Die is al oud. Oké. Het is groen en vlug achter jou. Een echt die maakt gevolgd. Nee. Ik rijd erin. Dat weet ik ook niet, zo kan maar zijn. Ik heb hem te flikken. Er is dus nu lopenkikkers die springen toch? Nee, ik heb hem te flikken toch niet terug, die loopkik. Oh ja. Oké, okay. Dus het is geel en dan stien ook bij het beet uit. Een trein. Ja, er zit wel weer in. Er zit ook wel wat in. Het is groen en het is nat. Het is groen en het is nat. Een kut die 6 weken niet gewassen is. Oh god. Ik heb eerder op kernen te likken, maar dit is heel zielig. Ja. En muts met schimmel. Ja, muts met schimmel. Wat krijg je dan? Een schimmelmuts. Het is kaal en rent achter jou, ja. Wat is het? Stanley. Stanley. Hij kunt zeggen, het is een flikker. Ja. Het is zat en het ligt in de bosjes. Wat? Het is zat en het ligt in de bosjes? Nee, het is zat en het ligt in de bosjes. Ja. Nee, ik. Oh, nee. Er zijn 2 vliegen op de kale kop van een oude man, zegt de ene tegen de ander. Weet je nog hier vroeger stop te spelen? Zitten 2 vliegen op de kop van een kale man. Zegt de ene vlieg tegen de andere vlieg. Weet je nog dat we hier vroeger verstoppertje speelden? Goeiedag. Droogloot. Dat is echt leuk. Was het toch een voorzieligheid? Voorzieligheid? Ja, gewoon zieligheid. Zou ik niet weten. Weet ik echt niet? Door Sylvie rijden met 3 vrachtwagens voor brood en dan zag dat voor de oentjes is. Nou. En dan zeg je dat voor de nog tot het voorzienig uit. En dus? De jongen met 1 been een step geven. Jongen. Dit was toppunt van zieligheid. De jongen met 1 been een step geven. Oh man. Was toppunt van lef. Nee. Maar geen pensioen, dan zou ik zeggen dat het zoiets goed te nemen. Hey, die moeten we. Ik heb hier eentje. Nee, ik heb geen eentje gevonden. Dat is een discriminatie. Och jee. Ik droom een huis van een 9 weg en zeg dat zijn kind goed erop is. Het toppunt van discriminatie. Een droom bij een Surinamer in huis leggen en zeggen dat zijn kind gekomen is. Jongens, dit komt wel op YouTube, hè? Een droom bij een Surinamer in huis leggen en zeggen dat zijn kind gekomen is. Oh
ik had mijn eerste boek voor u bij. Oh. Dit wordt nog leuk, dit komt op YouTube. Hey, dan ben ik al gelijk bij de mop van Sterren van discriminatie. Geert Wilders is de eerste die hem liked. Oh, die was goed, ja. Lamroid, pluk je zo van internet af, zeker? Ja? Je hoeft toch echt zeker van internet te zoeken? Ja, ik heb net ook wel een beetje gevonden, ja. Ja, mag er niet uit. Ja, was wel goed. Die vond ik goed. Ja, echt, hè? Oké, hier. Dit is een goede raadsel. Er zijn 15 visjes. 5 van drinken er. Hoeveel visjes blijven er nou over? Er zijn 15 vissers. Vissen. Visjes. Ja. Visjes. 15 visjes en 5 drinken er. Ja, hoeveel visjes blijven er over? Hoezo kan een vis verdrinken? Dat is de vraag, ik vraag hoe het leven blijft. Ja, dan zul je zeggen, 10. Nee, 15. Vissen kunnen verdrinken. Ja, dat zeg ik net, lul. Oh, domme. Oh, nee. Dat zeg ik net. Oké, maar deze dan. Er zijn 30 naapers in de trein. 5 gaan eruit. Hoeveel blijven er dan over? Je zult zeggen 25, maar dat zal ook wel niet kloppen. Nee, het omgezien nul, het zijn naapers. Oh, god, zaken. Wat voor toekomst van SM? Een zweep op de muur tekenen en een vriendin er tegenaan knallen. Exact, weet je wel. En een vriendin of vrouw tegenaan gooien. Ja. Het werkt wel, hè? Het werkt wel, hè? Ik heb ook twee meisjes gedaan, ze was zo stil. Alleen nou, eerst krijg je voet tegen de muur aan, dus je moet weer opnieuw filteren. Je weet je deze staan ook al, wat is het verschil tussen Piet en diarree? Ja, de ene is dik en de andere is dun. Nee, diarree kun je verven. Volgens mij deed je het headset het weer. Hier ga ik je horen. Snap je? Oh. Zit zij gewoon op die Macbook mop op? Ik ga een flauwe mop in je gepiept. Oh, god. Het is geel en je ziet het niet. Ja, dat is een klein. Een naalomdoek. Een naalomdoek! Oh. Waarom komt Sinterklaas mee bij een moskee? Dat is een dikke weten. Omdat hij dan te veel schoenen moet vullen. Wat een toppunt van grofheid. Nou, ja, vertel. Neem een blinde man mee naar de Eiffeltoren en zeggen pas op voor het afstapje. Ja? Echt, nog blijf. Moet jij geen check hier roken of zo? Ja, wel, dat is echt wel leuk. Ja, want deze kan allemaal van de uurloon af, hè? Ja? Huh? Kom op hier links, het veld is klaar. Ja, ik heb hier nog een veld. Ja, oké. Oké. Ja. Geweldig. Wat krijgt Pino als hij klaar komt? Ja, dat is een goeie. We zouden een blauwe vogel dan krijgen. Sesamzaad. Wat een scherpe verzonnen.
keus. Ja. Waarom zit er een puntje aan een drol? Nou weet je welke richting je moet opvaren als je in, in het water zit? Nee, anders klapt je reeds zo hard dicht. Wat zegt een kip als ze tegen een muur aanloopt? Toch? Het zeggen twee kippen als ze tegen de muur aanlopen. Toch, toch. En wat heb je als je 125 kippen tegen de muur aan laat lopen? Wat heb je dan? Ja, ik snap het bij 10. Ja. Een nieuw liedje. Waarom is een sprintje wit en niet zwart? Wat? Waarom is een aspline wit en niet zwart? Omdat ze anders discrimineren? Zwarte werken niet. Goh! Wat is een neger in Oerstein? Gedwaald? Nee, zandneger. Hetzelfde zat als een neger in de bos. Ja, verdwaald. Een bosneger. Een bosneger. Waarom gaan twee dynamieten met elkaar trouwen? Dat is toch altijd van elkaar gescheiden. Ja, ik wou zeggen. Je hebt toch altijd van elkaar gescheiden. Jij is nou ook op de zoek, Harry. Ja. Jij is zeker op de zoek, hè? Ben jij zo kant op zoeken bent? Houd er maar rekening mee van wel. Ja. Ja, ik ben er weg. Oh, hey, waar de weg dan? Wat is er viezer dan een hoer? Diegene die erop gaat. Nee, twee hoeren. De deur van de Marokkaan zit in de auto. Die rijdt ook. De auto? De politie. Oh ja, hey, nou dat we dan toch bezig zijn, hè? Luister. Oh god. Even kijken. Gert-O Mercedes kunnen 1, 2, 3, 4, 5 tegen binnen. Ja. Ja. Nou, de rijden 5 tegen binnen, Mercedes rijden afgrond in. Wat is nou zonde? Wat is nou zonde? Ja. Dat er nog huis zijn. Nee, het had er nog één bijtje kunnen. Nee. In de koppelbak. Hey. Hier deze, hè. Hoe voorkom je een beroving door 8 negers? Nee. Oké. Okay. Gooi ze een basketbal. Oké, okay, deze dan. Wat is 1 Turk op de maan? Wat? Wat is 1 Turk op de maan? Een kebabzaak? Nee, 1 Turk op de maan. Er staat 2 Turk op de maan. Weet je? 1 Turk op de maan. Was een alle Turk op de maan? Een zeetje! Nee, de oplossing. Oh, oh. Oh, toppunt van grofheid. Nou. Bij een weethuis aanbellen vraagt of je moeder thuis is. Zo. Ja. Ja, ik heb hem niet. Ja. Hij zit op dezelfde website als ik. Ik heb hem ook. Was toppunt hard zijn bij een weeshuis aan. Bel het vragen, is je moeder thuis? Dat is een haanensoep. Dat is haanensoep. Ja? Ja, een soep van een haan. Ja, nee, kippensoep met balletjes. Oh, ja, iemand rook wordt. Hier, haal je een pak condooms bij de kruidvat? Vraag verkoper, wil je een zakje bij? Antwoord, nee, zo lelijk is het niet.
de uien en al die. Ja. Hoe heet de baner in het bakken? Lul de baner. Papier is plaktus. Hoe heet de lul de baner in het bakken? Ja, dat weet ik niet. Penis, papier is plaktus. Waarom zit een vrouw een wekker in haar mond? Een wekker in haar mond? Ja. Nee, dat weet ik niet. Tik, tak, tussen de ademfeest. Heeft je nog even een pist in je broek, hoor? Heb ik al gedaan. Zeg, Stijn, hier op de tentaar, als ik heel even uit die oogstmachine gaat, kan ik die verplaatsen. Dank je. De schil ligt zwaar op de maag. Ik niet. Een bulldozer. Ja, nogal. Oh. Kom er wat er allemaal van. Internet. Dat was een idee. Wilde jij deze veldje zelf doen of moet ik de computer even laten doen? Nou ja, dat is goed, maar dan ga ik zelf een beetje regelen. Goed. Want dan kan ik hiermee deur halen. Waarom wrijft een kruis morgens als eerste naar de oren? Om te zien dat de vent niet weggelopen is? Omdat ze geen zak heeft om aan te krabben. Dat is toppunt 8 zijn. Je weet als ze aan bellen en vragen, is het goed thuis? Die hebben net al gehoord. Ja, dat vertel ik net aan. Vertel ik aan mijn moeder. Huh? Ik wil zeggen, maar hij vertelt toch van thuis, hoor. Klopt een onpersoonlijke geweest. Je lezen, wat is het verschil tussen februari en Amy Winehouse? Huh? Ah. Flauw idee. Februari gaat wat tot 28. Die is echt groot. Niet leuk. Niet leuk. Dat wel. Ja, ik ga het zeker doen. Is goed. Ja, ik ga maar pissen. Ja, dat ook. Hey, Stan. Die is net weg. Oh, deze is goed, boos. Hier, hoe zijn Duitsers ontstaan? Oei, die zijn altijd goed. Vertel. Toen welke varkens begonnen te deuken. Oh, ze kijken er ook nog een naar rij. Het is wel een ja, lange. Het is wel een lange. Of ik het helemaal goed vertel, weet ik niet. Dat is een Nederlander, een Belg en een Duitser. Ja, het gaat al drie nationaliteiten, dus dat gaat al even duren. Ja. Ja, maar ik ga nu verlopen vast, kijk dan. Nou. Ze hebben alle drie hebben ze een hele dure horloge. Ze stonden op een berg, nou, dus ze spreken met elkaar af. Van als ga, wie de loodje afdoet en die van de berg afgooit en hij vangt hem beneden op, die krijgt van, die hoeft heel de avond geen bier te betalen of wat dan ook. Dus je zou een hele nacht vrijgehouden worden, ja? Dus die een mof die begint. Hij doet hem af. Gooit hem naar beneden. Hij is beneden, maar een paal van zijn neus. Klats, kapot. Losie kapot. Hmm. Nou, dus. Die in. Die doet hetzelfde. Losie af. Naar beneden geplukt.
komt er nee, flats, kapot. Nou komt het mooiste. Die in België, doe zo'n losje af, die kijkt, die gooit er dan nee, loopt op zijn dode nachtje naar beneden. Gaat in die kroeg zitten die onderaan aan de berg staat. En nu, een uur later komt hij terug. Wat denk jij dat je in zijn naam had? Ja. Zo'n losje. Hoe denk jij dat hij komt? Hij had de horloge, had je een uur of drie van tevoren teruggedraaid. Heel flauw, maar ik denk niet dat ze dan toch bezig zijn. Maar die ene ga ik trek echt wel aan stel vertellen. Een kut op de muur schrijven, ja die klopt. Ja, maar dat werkt niet. Dat werkt niet. Daar heb ik zo overheen gepakt. Heb ik zo overheen gezout. Werkt niet. Ik kan morgen gebeld worden door mijn zus dat ik misschien nog iets bij mijn zus moet doen. Ik kan morgen gebeld worden door mijn zus dat ik misschien iets bij mijn zus moet doen. Ja, morgenavond moet ik even de vogelkooi ophalen. Als ik morgen niet gebeld heb, kan ik morgenmiddag wel even gaan halen. Maar... En dan gaat dat 7 jaar raken. Nee, hoezo? Ja, nou, die van ons nog 10, hè? Hoe zijn? Hoe zijn? Wacht. Ja. Ja, nou ook weer. Oké. Wie zou 2 vierdaagen, wie is nog meer jarig dan? Ja, ons Martina, die viert hem. Ja? Ons Martina, die viert hem. Wat? Ik zeg, mijn nichtje, die viert hem. Ja? Wie moet er dan nog meer jarig zijn? Nou, ik dacht, van je. Ja, dat was vorige week, van onze beurt. Ja? Dat was vorige week. En lukt het een beetje bij het bomen rooien? Ja. Maar de level heet dat veel kleine veldjes, grote veldjes.
Heel veel kleine veldjes. Oh, daar vind ik fijn. Oké. Ja, heel veel kleine, daar vind ik wel fijn op zich. Ja, maar sommige velds heb je echt mee zo met de grote oosten, zeg maar. Mm-hmm. Als je nou misschien twee keer overheen moet, dan ben je al klaar. Oké. Okay. Ja, dat is op zich geen ram. Nee. Niks in de uitverkoop. Ik krijg echt zoveel extra dingen erbij bij die DLC. Daar word ik iets van echt. Heeft hij niet. Twee, zijn ook echt leuke dingen die DLC, waar ik iets van heb. Ja. Oké. Zo? Oh nee, dat vroeg ik me nergens om eraf. Ik vind het een leuke DLC, hoor. Oh, oké. Ja, vooral de map, hè. Tenminste, die map al bij kan spelen. Ja, klopt. Nee, maar als ze zo ieder jaar zo'n grote DLC uitbrengen, dan vind ik het op zich ook geen ramp. Ja, 10 maart, want die andere, hè? 10 maart. Ja. Ja, oké. Nee, het zit weer chips te knauwen, hoor, blijft vaak. Huh? Nee, het zit weer chips te knauwen. Tuurlijk. Hey, Stef. Jo. Hoe zijn Duitsers ontstaan? Toen België varkens begon te drinken. Ja, dat gaat wel. Klopt eigenlijk wel, weet je. Ik weet nog wat voor je moet hebben. Ja, je moet deze stukje nog doen als je wilt. Alleen een lijntje. Joh, we kunnen lijntjes snijden. Oh, lekker rustig kwijt. Ja. Nee, nee, nee. Nou. Ja, ik denk als deze veld klaar is, dat ik dat ook wel doen. Misschien. Ja, ik denk het ook. Dan breng ik de lading nog weg. En het tussen. Als deze ding klaar is. We kunnen hem gewoon in die vak of in die dingen los staan. Okay. Ja. Dan breng ik
Zodra deze tractor vrij is, breng ik het weg, breng de goederen een beetje weg. En het is wel weer een beschikking van vandaag. Top. De kies heeft er bijna wel. Hoe ver ben jij met jouw boerderijtje? Ik? Stem. Niet ver. Ja, ik ook niet, daar zie je. Althans, ja, op de... op deze server althans niet weg. Op die andere server heb ik weet niet hoeveel windmolens staan. Ja, reed nog goed op, ik moet wijder worden. Ja, en ik heb er denk ik iets meer. Wat? Windmolens. Ja, ik denk dat je het meest hebt doen. Hoeveel heb jij er staan? Zo'n 40 of zo. Nee, ik ook zoiets. Heb je een schoen in slaap? Nee, dan moet ik nog aanschaffen. Ja, weet ik. Dan ben ik ook weer aan het sparen, want wil ik in één keer zo'n groot, zo'n rijende weer wel. Oh ja. Dat is net zo makkelijk, hè? Zo'n sproeikar. Dan moet ik weer een tractor erbij halen en ja. Ik zeg er wel bij, als jij die wagen zelf koopt, dan moet je ook zelf sproeien. Dan kan je geen arbeider brengen. Ja, dat weet ik, maar dat is geen ramp. Dat sproeien, dat is zo gebeurd. Dat sproeien, dat is echt niet moeilijk. En dat is zo gebeurd op die velden. Maar ja, dan krijg je ook meer gewassen, is het niet, als je het besproeit, hè? Ja. Is de kwaliteit beter. Ja, dat is dit niet. En heb je misschien een schoonmaakding staan ergens doen? Nee. Ik wacht altijd af op de regen. Of de sneeuw. Ik kan wel even kijken hoe duur zo'n sproeiingsglaasje kost. Even kijken. De sproeiing is 4,5. 2,5. Ongeveer. 2,45. Zo'n kaart. Nee, ik bedoel de dinges. Om je voertuig schoon te maken. Moet ik die in en neerzetten? Huh? Moet ik die in en neerzetten, Veru? Ja, dus als je het zelf wilt, hè. Oh nee, dat is voeder. Dan moet ik... Zo, ik ga weer een stofje doen. Ik heb hier allemaal sparren neergezet voor de rek. Kijk, dat kost een tientje per dag, joh. Zo, dan moet ik nog kijken waar ik hem neerzet. Een logische plek. Dat is waarbij je op zat. Ja, daar zat ik ook al aan te denken. Dan moet ik hier niet meer. Dan mag ik niet meer kleuren. Dan klap bij je punt, hè? Ik denk. Ja, dat is op zich geen slecht idee. Zo. Ik heb hem neergezet. Vlakbij het tussen de zaad. Ja, daar de hoek om, ja. Daar nog een keer de hoek om. Je ziet hem zo te staan hier in die hoek. Zie je hem? Even kijken. Waarom? Oh, zo krijg je al goed tegenaan. Dan staat hij goed, hè? Ja. Kijk, dat is zo mooi. Zo. Dan zet ik nog een bijenkast neer. Ik
heb er al 3 staan van die dingen. Dit wordt nummer 4. Kijk, dan kan ik een beetje de kosten per dag een beetje drukken, hè, met die bijenkast. Dat weet ik. Ja, die kosten 20.000 en die leveren. Even kijken, 20.000 en die leveren 60 per uur op en die kosten 8 euro per dag. Ja. Dus dan kan ik een beetje de rest van de kosten mee drukken, hè. Ja. Nee, ik kan nog 39.000 op van. Maar ik denk dat ik daar eerst weer gesparen heb voor zo'n spuisysteem. Maar dan pak ik wel in één keer zo'n kar. Hé, hey, Chantal. Dat er geen veel meer mee. Ja. Want dan pak ik dan in één keer zo'n kar. Dan ben ik er in één keer vanaf, hè. En dan langzaam sparen voor een nieuwe trekker, een nieuwe zaadmachine, een nieuwe cultivator. Ja, dan komen we daarna wel. Ja, waarom? Alleen begin ik altijd een beetje langzaam, hè? Ja. Te begin is het echt oppotten. En dan zo snel mogelijk de lening afbetalen. Want ook al begin ik een boerderij, je krijgt automatisch een lening. Jawel, dat heb je op jouw server. Want hier heb ik gelijk oppotten en in één keer die lening afbetaald. Ja, en twee keer. In twee keren, hup, weg. Dan heb ik daar geen gezegd met mij. Ja. Ja, deze is maar naar klaar. Deze moet je net zo goed doen. Hup. Ja, als ik wil werken, verveelt me de zaadmachine nog overnemen. Want dan kan ik dadelijk ondertussen als klaars mee ploegen, om zo te zeggen. Want ik vind die cultivators vind ik fijner als die ploegen. Waar ik er nou achter de trekker heb zitten, dat is een cultivator. Maar dat doe je in feite hetzelfde als een ploeger. Ja. En dat nog een keer. Oh nee, dat is de laatste doen. Zit er ook nog voldoende zaad in of niet? 62. Oh, daar gaat het niet makkelijk mee. En zo. Laat deze ook even bij de spuitmachine neerzetten. De cultivator. Oké. Dan ga ik de vraag oppikken. Oh. Hallo Chantal. Nee. Volgens mij gaat tegen de kern gereden straks. Wie? Kijk. En de kern zal scheren als ze hem loopt, toch? Stop kaart hots, man. Hij zal het
zit ik toch iets dichter. Oh ja, man. Ja, wij, YOLO Games, wij komen wel uit Brabant, uit Tilburg, om precies te zijn. Ja, twee van een drie. De andere komt uit Hoek van Holland. Zeker, in het begin zeker altijd bij Helmond, maar dan snap ik nog steeds niet hoe ik daar ooit bij ben gekomen. Ja, mijn zus ook. Ja, dat weet ik niet, klaar. Ja, ik weet het wel. Ja, dat zou je goed zijn als je dat niet wist. Dat zou waar zijn, ja. Hup, doe die bakken vullen. Nog weer net geen volle lading. Net niet? Nee, net geen twee volle karren. Ja, ik ga toch rijden. Ja. Dat wordt goed. Waarom? Ah, kijk, het loont wel om er nou naartoe te rijden. Eerlijk is eerlijk. Ja, ik ga. Bijna 2,5 ton kost het, denk ik. Dan mag ik even dus gaan. Ik heb nou nog 39.000 dat van. Ja, in het spelletje, hè. Ik denk dat jullie bij mijn centen te beuren valt. Ja, ik denk het. Ik ben boerhaantje, vlees de rit, zit nou van poorten. Ik ben niet voor mijn rug. Ja, dat is goed. En nu is het daar. Ik daar en ik het niet in. Is dat is wel een roem in wat. Ja, goed hoor. Nou daar weer. Laat me niet wegwerken. Ik had hem net eens al op mijn stream, terwijl ik aan het bruggen was, stappen ze uit dat quickly. Moet je zelf wat stappen? Nee. Ik ben vroeger van je kanaal. Weet ik niet. 7. Ja, jij op 7. Kan zo'n dit voor de lol. Ja, daarom. Het is geen wedstrijd. Het is geen wedstrijdje. Ik ben blij voor dat je hier meer reed. Oh, ik zit op 57 inmiddels. Ik op 59. Netjes, jongen. Volgens mij die ene die net wou dat ik uitstapte uit de Scorpio. Ja, nou. Nou, ik zit op 7 kijkers. Nou, ik op blij. Daar ben ik geen enige bij. Er jij nog geld op jouw bankrekening staan? Nee. Oké, okay. Oh, dan heb ik daar al afgehaald. Dan heb ik wel afgehaald. Ik zit nu op de 73.000. Is dat? Nee. Hij is wel een heel duur roer, zeg. Je moet al je geld in je leven. Ja. En dat doe ik zo maken. Maak je me een spuit in de handen. Ja, ey, er komt weer iets aan wegens kon met maken. Ja, doe dat ger. Komt hier aan, als je die bak. Maar er staat nou niks op het veld te werken, hè? Volgens mij niet. Als jij klaar bent met zaaien, staat er niks meer op het veld te werken. Ik ben klaar met zaaien.
Toen ze na af te spuiten. Klinkt zo best. Alle pijn spullen. Moet ik toch nog spuiten? Ja. Ik weet niet waar jij mee hebt gedaan. Als het luid is, is het niet goed. Oh, dat is een bal, mijn vent zeggen ze toch? Dat ben ik niet eens. Dat zou ik 90 keer doen. Jezus. Hoe was ik luid die volgende service? Zeg, dat ik een vraag wel af maak. Ik kan tenminste deze hulpje verzoenen op. Ja, die heb ik wel maar ingeschreven. Nee, ik nog niet. Ja, die leuk wordt niet heel wacht waar is ook wel leuk. Dus, oh, met je neus. Niet. Nee, ik heb geen neus, gewoon alleen padneus. Ja, oké. Okay. Je kan een beetje vergelijken met zo'n takaar van. Ah, oké. Oh, een dans. Oh, dat is goed. Werkt niet? Ja. Ja, dat ik net. Ja, bij mij staat het stil. Ja. En nu doet het wel goed. Tjo, deze dingen kunnen ook allemaal afgespoten worden. Ja, al bezig met spuiten, hè? Ja. Kan ik deze terug op zijn plek zetten? Ah, je gaat wel op netjes werk gedaan. Verdient een complimentje. Ja, je dient een schouderkloppie. Zo, was een schouderkloppie. Ik voel hem. Was te gek. Moeten trekken, dus dat is natuurlijk wel zo. Zaakjes smeren. Oh, loskoepelen, dat wordt niet schoon. Deze is ook helemaal schoon. Mooi. Ga ik nergens weer vuil maken? Ik moet wel mijn best om het schoon te maken. Wat ben je voor veel geld waard, zei je? Op dit moment 75 duizend, maar ik doe geen bomen rooien, hè? Kan mijn Scorpion King overwerken of niet, hè, Stijn? Nou, dat ding gaat gewoon weer werken, als we kant. Die kern hier, ja, die zijn ook al schoon. Hé, hey, nou zie ik eigenlijk dat de tractor groen is. Jack. Ja, dat is niet blij, hè. Jop. Thank you.
Zie jij die andere zaad geval? Zet hem dan maar even. Hij deed je negen volgen, heb jij in vredesnaam twee zaadmachines. Ja. Als ik klaar ben met ploegen, dan kan ik ze alle twee aan het zaaien zetten. Want ploegen gaan sneller gaan zaaien. Deze trek ook staan, dan moet ik niet zo. Ja. Misschien kan ik de volgende keer jou weer helpen op jouw server, dat het misschien dan wel weer lukt. Ja, maar laat het niet doen. Oké. De andere helpt ook wel leuk. Ja, ik ben bezig met elkaar, hè. Kijk, ik ben fout. Dat was hij. Ja, dat was hij. Ja, ik ben aan het server. Is goed, jongen. Dankjewel voor de hulp. Alsjeblieft. Ik ga zeker tot water op de maat. En dan ga ik denk ik naar pitten. Goed. Dan spreek ik jullie morgen weer. Yes, doe. Ja, houdoe, heren. Houdoe. Doei. Hoi. Zo. Hier is ook zo'n hok in. Nou, maar ik doe alles alleen met twee tractors en één oogster. Zo, staat er ook mooi. Wel dicht. Alle velden zijn aan het groeien. Dan laat ik het even zo staan dat het allemaal kan groeien. En als het klaar is met groeien, dan sluit ik af. Dan kan ik de volgende keer kijken zo ik weer eroverheen. Ik heb wel laat zat, maar een half twee, joh. Dit filmpje kan ook weer lang genoeg geduurd. Maar die ga ik afsluiten, Rij. Nu heeft hij me niet. Sluit keer de livestream af.